talking noise, haters' voices trying to put us down. Let them say that we don't need them, they wanna be us now. Cause when we're pumping our fists and we fight up, we get them jumping like this till we're taking off. They be hugging and kissing, you feel the love. Oh, I feel. Ja, ik mag een e-interland gaan spelen, een wereldprimeur. En ik mag namens Nederland tegen Engeland gaan spelen. Ja, ik kijk er echt naar uit. En ik voel me echt ook heel erg vereerd dat ik namens Nederland mag uitkomen. Ook als winnaar van de E-Division natuurlijk, de PlayStation-competitie. Dus het gaat echt heel goed. Vertel eens, hoe is zoiets tot stand gekomen? Nou, ik kreeg een maandje geleden of zo te horen van er komt een e-interland waarschijnlijk. Tussen Nederland en Engeland, voorafgaande van de wedstrijd natuurlijk, die op vrijdag gespeeld gaat worden. Ja, zou jij daaraan willen meedoen? En ja, mijn keuze was al vrij duidelijk meteen. Meteen ja natuurlijk. En ja, zo is het eigenlijk gegaan. En nu staan we er. En hopen dat we gaan winnen natuurlijk. Want het is nog niet klaar. Het is wel leuk en aardig dat ik mag spelen. Maar ik wil natuurlijk ook gewoon winnen van Engeland. Ja, dat snap ik. Hoe gaat zoiets? Zitten jullie bij elkaar? Zit hij in Engeland? Jij hier? Vertel eens, hoe is de atmosfeer dadelijk? Nou, het wordt gewoon in de studio gespeeld van de E-Divisie ook. Bij Endemol in Amsterdam. Dan zullen we denk ik ook gewoon naast elkaar gaan zitten en dan gewoon een offline, op de offline manier, geen online. En dan gewoon Nederland-Engeland pakken, gewoon de internationale teams. En dan zullen waarschijnlijk alle spelers op 85 staan, zodat het allemaal gelijkwaardig is. En dan ja, zien we wel. Ken je je tegenstander? Ik ken hem, hij kent mij niet denk ik. Want hij heeft vorig jaar op wereldniveau echt top gepresteerd. Hij is wereldkampioen op de PS4 geworden met de Ultimate Team. Dus dat is heel wat, dus heeft hij echt wat bereikt. En dit jaar doet hij het ook gewoon lekker goed. Hij is ook naar Barcelona gegaan, net zoals ik. Dus ik vind het wel leuk om tegen hem te spelen, sowieso. Ik ga gewoon mijn best doen en laten zien, proberen te laten zien wie de baas is in Nederland. Je gaat de geschiedenisboek in, als eerste e-interland speler ooit. Ja, ja, ongelooflijk maar waar, ja, inderdaad. Prachtig. Ik ben blij. Ja, zeker. Prachtig. Ja.